Scheveningen stapt met vertrouwen het veld op. En Katwijk wil na de nederlaag tegen Maassluis een overwinning. Ja, tuurlijk. Als je verloren hebt, wil je altijd een andere wedstrijd die erop volgt. Wil je proberen de winst te pakken natuurlijk. We hebben er een week op moeten wachten. Dus het wordt een mooie uitdaging vandaag. Katwijk trainer Sees Bruining. Dit is Van Ooyen. Daar komt de voorzet. Kopstoot van Joost Leonard en de vuist van Samir Beeldsnijder. Goed gekiept. Katwijk miste wel een paar. Hensen, Jongeneder die geschorst is. De Jonge, Van Dam, De Lange en Jansen. En Katwijk gaat overigens in beroep tegen de rode kaart van vorige week van Jeffrey Jongeneder. Ook deze man mist een aantal spelers. Ros is de belangrijkste die mist en natuurlijk Lorenzo Scheffer. Beide spelers zijn geblesseerd. 0-0 nog steeds op een zonovergoten houtrust. Karoglu komt met een lange trap. Gootjes die in de basis is begonnen, Martijn Gootjes. Gaan altijd dreiging vanuit. Gootjes de voorzet en weer Beeldsnijder. Hij staat aardig te keeper hoor, de keeper van Scheveningen. Samir Beeldsnijder. Houdt zijn doel schoon. Guit. Zouwerdesing. Is daar de voorzet. Leonard komt er niet aan. Bal over de achterlijn, dus de corner. De corner voor Katwijk. De regerend landskampioen. Zouwerdesing. Beeldsnijder weer. En Amoussi ruimt op voor alle zekerheid. Zouwerdesing. Mooie beweging. Kan nog gekopt worden. In één keer op de pantoffel, Leonard. Dan moet je mazzel mee hebben, dat heeft hij niet. Buitenkant goed, goede paas, Suzanne. Van Ooyen, auw! Is dit een overtreding? Nog maar eens kijken. Ja, er is wel degelijk contact. Maar misschien gaat Van Ooyen wel te mooi liggen. Brouwer. Buitenkant. En Karoglu. Guit. Zouwerdesing. Van Ooyen. Van Ooyen met de voorzet. Daar is de kans voor Katwijk. Die wordt niet benut door Martijn Gootjes. De sluwe spits. De goalketter. Zouwerdesing. Leonard. Oh! Ja, hij komt hem over de goal heen, Joost Leonard. Beeldsnijder. Bal wordt doorgekopt. Nieuwlaat, de invaller. Nieuwlaat, vizier niet op scherp. Marvin Nieuwlaat. In de tweede helft in de ploeg gekomen. Bij Scheveningen. Scheveningen kruipt uit zijn schulp. Nieuwlaat weer. Oeh, Dillema. Speldeprikjes van het elftal van John Blok. Maar ook Mehmet Aldogan inmiddels is ingevallen. Lang geblesseerd geweest. Kans was voor Dillema. Die dus niet vertrok naar Excelsior, waar even sprake van was. Luchtverhaal. Zeg maar op houtrust. Guit! Hoehoe! Ja, de kansjes zijn er wel. Nou, je mag misschien wel zeggen de kansen. Pronk. Nieuwlaat. Goeie bal op Ressio Di Haggio. Die maakt hem mooi vrij. Hoho! Daar is de treffer. Leroy Ressio Di Haggio. Scheveningen aan de leiding. Het paasje was fenomenaal. Goeie loopactie zonder bal. En dan heeft hij de controle, tegenstander het bos in. En dan binnenkant voet. Geweldige goal. Scheveningen op een 1-0 voorsprong. Scheveningen wellicht op weg naar 3 gespeeld 9. Wie zou het zeggen? Of kan Katwijk nog wat? De regerend kampioen. Van Ooyen. Van Ooyen. En Beeldsnijder. Het is niet zo heel lang meer.
Aldogan. Tillema. Tillema. Dit is uitstekend. Tillema. Aldogan. Wat een save. Palato Karoglu. En wat een goede aanval van Scheveningen. De corner dan. En die bal belandt naast de goal. Weer, en is Jody Hadjo. Ooit bij ADO Den Haag. Diane Seconds. Hens. Vindt iedereen van Katwijk. Maar deze man, Duarte, zegt nee. Geen penalty voor Katwijk. En dan is het afgelopen. Scheveningen pakt de volle winst tegen Katwijk. Nou ja, goed, kijk, feit is natuurlijk dat we geen goal maken. Daar gaat het om, hè? Afmaken, afronden. Ja, en dat is voetbal. Ik bedoel, ja, je moet die bal erin schieten. En, ja, goed, en dat doen ze niet expres. Die keeper staat fantastische keeper. Compliment voor die jongen. Je kan ze niks kwalijk nemen. Strijd, beleving, absoluut, inzet. Absoluut. Dus dat ga ik tegen de groep ook gezegd. Kijk, alles wat nu tegen zit, hè, dat gaat straks ook weer meezitten. Ik wil het niet meer horen uit je mond. Wat? Veilig spelen. 3 gespeeld, 9 man, kom op. Ja, dan moet ik roepen, we gaan voor de titel. Nee, laten we lekker gewoon blijven doen. Het is fantastisch. Daar ben ik ook erg blij mee. Maar dat verandert niks aan onze doelstelling.